Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart mogen stadjers hun stem laten gelden. In aanloop naar de verkiezingen gaat OogTV in de wijken op zoek naar belangrijke politieke agendapunten. Vandaag vertellen bewoners van de Korrewegwijk waar zij graag aandacht voor willen. Nou, met die sneeuw en zo, beter sneeuwruimen vind ik. Dat is wel een belangrijk aspect. Dat vind ik op dit moment in ieder geval een heel hot item. Niet zo gek natuurlijk. Maar er zijn veel grotere problemen in de wijk. In deze wijk zijn zoveel sociale problemen dat het is gewoon onvoorstelbaar. Op dit moment stoppen ze eigenlijk alle tuigen van de stad hier in de buurt. Ik woon hier 50 jaar in deze wijk. Daar zijn we toch altijd mee bezig. Af en toe vind ik het wel, als ik dingen hoor en zo, het gebeurt, denk ik wel van nou. En vernielingen en dat soort dingen. Volgens wijkbewoners moet de gemeente zich nog veel meer bezighouden met het oplossen van overlast. Ik denk dat ze met name de hangjongeren wel een beetje meer kunnen aanpakken hier. Want die zorgen hier wel een beetje voor overlast. Mensen hoor je er vaak over klagen dat ze last hebben van studenten of jongeren of hangjongeren. Maar daar wordt weinig aan gedaan. Ja, ik denk dat er heel veel projecten zijn, maar dat het heel veel symptoombestrijding is in plaats van duidelijke antwoorden op de problemen die de mensen hebben. En de mensen hebben nogal wat problemen. De veiligheid van de brandgangen en zo bijvoorbeeld is ook een aspect. Er zijn wel deuren voorgekomen, maar ja, die werken niet zo goed meer. Daar moet ook meer aandacht aan besteed worden. Het is hier gratis parkeren en we zitten net op de grens. Dus volgens mij komen er veel mensen van nabijgelegen wijken hier parkeren, omdat het gratis is. Dus het is hier altijd vrij druk met auto's. En de schuurtjes die worden verwaarloosd, dan staat er rommel in en dat lokt ook weer criminaliteit aan. Hoewel deze jongen zich natuurlijk netjes aan de regels houdt, zijn veel bewoners ontevreden over de omgang met de afvalcontainers. Alles wat er maar neergegooid werd, het zijn matrassen of kastjes of iets dergelijks, ja, onvoorstelbaar wat er neergegooid. En daar zou ik alle aandacht wel heel graag voor willen hebben. Ook moet er meer aandacht komen voor het woongenot van kinderen in de wijk. Heb jij een goed idee? Ja, dat er elfjes moeten rondvliegen. Dingen te doen voor de jeugd tussen de 12 en de 18. Dat er elfjes moeten rondvliegen. Elfjes? Jij wil graag elfjes in je wijk? Ja. Maar dat is toch onmogelijk? Nou, vlindertjes. Spelenactiviteiten. Ja, die kinderen een beetje meer kan spelen. Nou, ik vind een soort buurthuis voor kinderen of zo. Dat er wat meer voor kinderen, vooral in de leeftijd van tussen 10 en 14 is gewoon heel erg weinig voor. Op 3 maart mag iedereen weer naar de stembus, want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen.